Welkom bij. Games 93. Hallo kijkers, Fulltime 93. En welkom weer terug bij een nieuwe update. En niet zomaar een update jongens, maar een Project Gallus update. Voor de mensen die trouwens nieuw zijn en denken van, hè, wat is Project Gallus? Nou, Project Gallus was eigenlijk een project, of eigenlijk een server, waar ik aan meedeem, om je eigen kingdom te bouwen. En dat kingdom dat heette Gallus. Daarom ook Project Gallus, het bouwproject eigenlijk van Gallus. Nou, in ieder geval, nu we helemaal weer bij de les zijn, jongens. Een update over Project Gallus. Jongens, het is namelijk een flinke tijd geleden dat we voor het laatst Project Gallus gedaan hebben. De reden daarvoor is dat de server niet meer bestaat. Jongens, een aantal weken na de laatste aflevering van Project Gallus is het gewoon echt enorm slecht met de server gegaan. Ik weet niet precies het echte verhaal. Maar op een gegeven moment is het zo gegaan dat de server uit is gegaan en nooit meer is teruggekomen. Jongens, nu heb ik de eigenaar van de server gevraagd om even te komen. Uitleggen wat er nou precies aan de hand was. Ik heb hem nog niet kunnen aanspreken. Dus dan doe ik het maar zelf. Jongens, de server bestaat niet meer. Dus Project Gallus is helaas ook voorbij. Onze mooie tijd in Ricoburo is voorbij. Maar wees niet getreurd. Want er komt een geheel nieuwe serie aan. Of tenminste een gedeeltelijk nieuwe serie. En welke nieuwe serie dat wordt? Nou, dat zien jullie komende vrijdag. Dan komt namelijk de eerste aflevering van een spiksplinter nieuwe serie. Yay! Dat was heel random. Maar jongens, dan komt weer een spiksplinter nieuwe aflevering van een nieuwe serie. Welke serie dat wordt, ga ik nu nog niet zeggen. Ik kan je wel zeggen dat het een Minecraft serie wordt. En die gaan we vanaf nu elke vrijdag doen. Ja, als ik nu iets meer zeg, dan verklap ik eigenlijk welke serie we gaan doen. In ieder geval jongens, dus Project Gallus is voorbij. De server is afgelopen. De precieze reden weet ik niet. Ik weet alleen dat de server closed is. Ik heb aan andere mensen op de server gevraagd, of van de server gevraagd, wat er nou precies de reden was. Ik krijg allemaal verschillende antwoorden, dat wordt ook niet duidelijk. De eigenaar geeft nog niks weg, tenminste heb ik nog niet kunnen contacteren. Nou, wat zal het zijn, 5 maanden? Dus ja. Project Gallus is voorbij. Die server bestaat niet meer, dus kan Project Gallus helaas ook niet doorgaan. Dat betekent het einde voor Project Gallus. Of tenminste, voor deze afspeellijst, Project Gallus. In ieder geval, nu ben ik even de kluts kwijt. Omdat ik zit te denken of ik het wel goed zeg. Nou ja, het is tevens het einde van deze afspeellijst. En het is tevens het einde van Project Gallus. Maar goed, in ieder geval jongens. Vanaf volgende vrijdag, dus eigenlijk de komende vrijdag, wat ik net ook al zei. Komt er weer een geheel nieuwe serie, een geheel nieuwe Minecraft serie. Gaan we elke week doen, tenminste dat is het plan. Ik hoop dat jullie de serie leuk gaan vinden. Precieze uitleg krijgen jullie in de eerste aflevering van die serie. Dus wees tuned, of hoe je het in het Nederlands ook zegt, wees enthousiast. Hou het bij, wees up-to-date. En ja, jongens, helaas kunnen we Project Gallus niet voorzetten. Maar ik hoop dat we met een nieuwe serie nog veel meer kunnen plezier maken. Laten we zo even zeggen. Maar jongens, daarmee sluit ik deze afspeellijst en tevens Project Gallus ook af. Ja. Het is jammer. Ik had nog graag doorgaan. Ik had nog grote plannen voor het land. Of voor het kingdom. Alleen, het mocht niet zo wezen. In ieder geval jongens. Volgende week vrijdag. Nieuwe serie. Hier op Ultimate 94. Minecraft gerelateerd. Ben je benieuwd? Check dan volgende week vrijdag. De eerste aflevering van de nieuwe serie. In ieder geval jongens. Dan valt er voor mij nog maar één ding zeggen. Het is keizer even duimpje omhoog. Help mij mee. Help het kanaal mee.
Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Valt er voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei! Wil je up-to-date zijn met alle video's, livestreams en andere bezigheden? Volg ons dan ook even op Twitter. Linkjes staan in de beschrijving.